In deze aflevering gaan we het hebben over succes en over dagvoorzitterschap. In de studio vandaag Kees Tol. Kees, nou, leuk dat je er bent. Ja, op die boekjes. Ik vind het heel leuk. Ja, ontzettend leuk. Om eens even lekker luchtig te beginnen, waar ben je op dit moment allemaal druk mee? Ach jeetje, ik ben eigenlijk gewoon heel erg druk bij SBS. Ja. Ik heb nu momenteel 4 verschillende programma's die een beetje door elkaar heen lopen. Ik ben veel aan het reizen met Nick en Simon voor ons reisprogramma Talenten zonder Centen. En daarbij heb ik mijn andere programma's die bij SBS lopen. En die lopen nu toevallig op dit moment met z'n viertjes een beetje door elkaar heen. Dus daar ben ik druk mee. Ja. Het gaat wel weer wat beter, hè, bij SBS volgens mij. Ja, ja, je ziet sowieso als je kijkt naar de tv-geschiedenis dat het altijd een beetje zo gaat. Weet je, dan de ene keer gaat SBS weer wat beter. RTL heeft het weer wat zwaarder. En ja, dat fluctueert eigenlijk de hele tijd. En nu is SBS eventjes aan zet. Ja. Maar goed, het is ook wel weer goed, want het was ook wel even nodig dat het weer eventjes beter ging. Wat ben je dan als presentator daar dan ook dan bij betrokken? Is dat iets wat je bezighoudt? Ja, dat houdt je zeker bezig. Althans, mij houdt het wel bezig. Ja. Ik vind het is onderdeel van mijn werk. Ik werk voor die zender. Mijn programma's worden uitgezonden bij die zender. Dus ik ben daar wel degelijk mee bezig. Het is een van de eerste dingen die ik 's ochtends doe. Ja. Mijn telefoon openklappen en de kijkcijfers bekijken. Ja. Hoe heeft het gescoord? En niet eens alleen mijn eigen programma's, maar gewoon SBS over het algemeen. Ja. Ik vind dat ook reet interessant. Ja. Dus maar betrekken ze jou er ook wel vanuit de directie bij? Bijvoorbeeld bij strategische dingen? Of Kees, hoe kijk jij aan tegen ons publiek of tegen de zender? Nou, marktonderzoek en dat soort dingen, daar word je niet echt bij betrokken. Er wordt natuurlijk wel altijd gewoon naar je geluisterd. Maar er worden heel veel onderzoeken gedaan en peilingen gedaan van, goh, wie ligt er goed in de markt en welke programma's worden er op welk tijdstip het best bekeken. Ja, daar word je als presentator niet bij betrokken. Nee. Want hoe is een beetje jouw, want jij zit natuurlijk behoorlijk lang al in die tv-wereld. Hoe zie jij een beetje de toekomst van de tv-wereld? Hey, iedereen is natuurlijk heel erg nu met social media bezig en met Netflix-modellen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het tv-kijken wat wij nu gewend zijn, dat is heel erg aan het veranderen. Ja. Dat zie je nu al. Als je bijvoorbeeld de jeugd spreekt, die kijkt bijna geen normale lineaire tv meer. Die kijken YouTube en die kijken programma's on demand. En natuurlijk zijn altijd grote amusementenprogramma's en actualiteitenprogramma's, die zullen altijd blijven bestaan. Maar de lossere programma's, ik denk dat we uiteindelijk toch naar een tijd gaan waarin je zelf kan bepalen wanneer je welk programma wilt bekijken. Alles on demand. Het zal wel gemaakt blijven worden, maar de manier waarop we daarna gaan kijken, ja, dat gaat veranderen. Ja. Dat is een ding wat vaststaat. Maar ben je daar zelf dan ook mee bezig? Ben je nu meer bezig met ook op social media aanwezig zijn? Is dat... Nou, ik zeg altijd, ik ben zelf een soort van social media gehandicapt. ik had mijn MSN-account nog, toen was Twitter hot. En ik heb nu net pas Instagram. Je loopt er een beetje achteraan. Ik loop de hele tijd een beetje achter de feiten, inderdaad. Maar het is wel iets wat nu speelt, weet je. Ja, je moet je social media heel erg up-to-date houden. Vooral als je in een branche zit waarin ik zit. Ik vind dat soms wel heel erg moeilijk. Maar ik moet het wel echt doen, want zonder social media stel je geen reet meer voor tegenwoordig. Dat is echt zo. Niet meer in de radar. Nee. Maar ben je jezelf dan ook, want ik bedoel, kijk altijd veel zakenmensen en veel mensen uit het bedrijfsleven naar deze interviews. Ben je jezelf dan ook een beetje als een merk gaan zien? Of is dat iets wat volledig aan je voorbij gaat en je doet gewoon waar je zin in hebt? Of... Kijk, het ligt er net aan wat je doet en voor wie je het doet. Ik denk dat mijn sterke punt altijd is geweest, een beetje stom om over jezelf te zeggen, maar ik blijf zo dicht mogelijk bij mezelf. Dus ik ga mezelf niet ineens anders voordoen op social media dan dat ik eigenlijk ben. Dus ja, what you see is what you get. Ja. En dat merk ik ook wel een klein beetje aan de aanvragen die ik binnenkrijg qua werk. Ja. Je moet mij niet in een te serieus, moeilijk partijcongres neer gaan zetten. Maar je kan me bijvoorbeeld wel leuk bij evenementen neerzetten of bij een leuke dagvoorzitterschap, dat soort dingen. Ja, want wat is daar jouw kracht in? Als we gelijk even het bruggetje maken naar dagvoorzitterschappen en de zakelijke boekingen die je doet. Wat merk je dat daar jouw toegevoegde waarde is aan de bijeenkomst? Ik denk dat het...
Heel, nogmaals, heel stom om over jezelf te zeggen de hele tijd. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld, als je een dag lang workshops hebt gedaan of vergaderingen hebt bijgewoond en je wilt de dag een beetje luchtig en leuk en gezellig afsluiten, daar kom ik dan vaak om de hoek kijken. Ja. Dus om een beetje amusement te brengen aan de dag. Dus ja. je kan je voorstellen dat je bijvoorbeeld een bedrijvencongres hebt waarin je de hele dag gefocust en gecontroleerd en weet ik veel wat bezig moet zijn met de stof die je binnenkrijgt. En aan het einde van de dag wordt dan een dag leuk, feestelijk en gezellig afgesloten met wel een quiz of een beetje entertainment en dat soort dingen. En daar kom ik dan vaak om de hoek bij. Ja, oké, maar dat doe je zelf wel een beetje tekort, vind ik. Want we hebben nu een aantal keren ook met jou gewerkt voor congressen en ook qua inhoud. Vind ik je best wel sterk meedraaien met het. Dat is niet, je bent niet alleen de clown, zeg maar. Nee, zeker. Maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Nee, ik ben ook zeker niet de clown. Nee, ik vind het ook zeker leuk om inhoudelijk mee te doen aan zo'n dag. Alleen, je moet mij wel. Het moet wel passen. Het moet wel bij mij passen, inderdaad. Ja, ik bedoel, als je voor een zaal vol met bakkers of bouwvakkers staat of verkopers, dan dat is prima iemand bij je past. Maar als je jou voor echt hardcore politiek. Dan zou ik sneller. Ja, kijk, laatst heb ik bijvoorbeeld iets gedaan voor een groot schoonmaakconcern. Ja. Wat ook best wel heel erg inhoudelijk was. Maar dat vind ik dan leuk. Daar bijt ik me in vast en dan komt dat goed. Ja. Maar ik geef daar wel altijd een soort van Kees Tol swoon aan. Dus het moet wel gelachen kunnen worden. Ja. En het moet wel een beetje luchtig zijn. Nou ja, maar goed, misschien is dat dan ook wel je kracht. Dat je juist ook wel de wat zwaardere materie dan ook wel weer luchtig weet te maken met jouw persoon. Ja. Heel even nog de voorgeschiedenis. Hoe ben jij zo het vak ingerold? Ja, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. Ik was als kind altijd al bezig met tv. Ver voordat de Jan Smitten en de Nick en Simon en die gasten er allemaal waren. Ik was vroeger als kind altijd al bezig met tv-studio's, lampjes neerzetten, camera's. Ik vind dit geweldig nog steeds. Ja. En, want wat is het dan wat je daar zo in triggert? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Zodra ik een studio binnenkom, heb ik nog steeds. Ik kom een grote studio in en er hangen lampen aan het plafond en er staan camera's en geluid. Dan begint er iets in me te borrelen in mijn lijf, wat ik gewoon heel erg leuk vind. Ja, heerlijk, ik heb het altijd vreselijk interessant gevonden en leuk. Maar ben je in jonge jaren ook heel erg met entertainment of zo bezig geweest? Helemaal niet. Nee. Mijn vader zat in BZN. Ja. Dus dat kreeg ik wel aan de zijlijn een klein beetje mee. En dat vond ik dan ook leuk, weet je, als mijn vader op tv was, terwijl hij naast me zat. En ja, ik vond dat iets magisch. Daardoor is het denk ik een beetje aangewakkerd. Maar voor de rest kom ik helemaal niet uit een tv-familie of iets dergelijks. Nou, bijzonder dat dan toch zo'n passie zich ergens ontwikkeld heeft. Maar goed, toen dus aan de slag gegaan bij de lokale omroep. Want als dat je interesseert, dan ga je aan de slag bij de lokale omroep. Heb ik jarenlang verschillende programma's gemaakt. Ja. En toen kwam Jan Smit op een gegeven moment om de hoek en die kreeg toen zijn eigen real life soap. En daar moesten ook wat vrienden in en ja, zo geschieden. Ja, grappig. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de grote mensen tv-wereld. Grote mensenwereld. Ja. Nou ja, goed, je viel natuurlijk heel erg op door je sprankelende persoonlijkheid, je humor. Ik denk dat je daardoor heel erg bent opgepikt uit het programma op een gegeven moment. Ja, weet je, dat is, wat ik net ook al zei, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ja. En ook daarin ben ik gewoon heel erg mezelf gebleven. Ja. En dat mensen dat dan op een gegeven moment leuk vinden en dat je er dan uitgepikt wordt, dat was zo. Ja. Even terug te gaan op de dagvoorzitterschappen. Hoe verloopt zo'n proces? Hoe pak je dat aan? Want kijk, er is natuurlijk een verschil tussen het programma presenteren, hadden we het net ook voor het programma over. Het aan- en afkondigen van artiesten. Mm-hmm. Zakelijk is het vaak wat inhoudelijk, dus een wat langer proces. Hoe pak je dat aan? Wat ik ook uitdagender vind, en misschien ook wel wat leuker. Ja. Nou, klant is koning. Ja. Dus in principe als een bedrijf mij wil boeken voor een dagvoorzitterschap, dan wat 9 van de 10 keer gebeurt, ga ik een keer naar dat bedrijf toe of we hebben een meeting. Mm-hmm. En dan gaan we om tafel en dan, goh, wat willen jullie? En bespreken we de hele avond. Dus het wordt altijd van tevoren wordt het altijd besproken. En op de dag zelf, dan heb ik alles al voorbereid, heb ik mijn teksten al voorbereid, weet ik al precies hoe en wat. Mochten er filmpjes getoond worden tijdens zo'n presentatie, heb ik die allemaal al binnen. Dus ik ben zelf heel erg aan het voorbereiden thuis. En op de dag zelf, dan heb je nog even een kleine vergadering en dan gaan we het gewoon doen. Ja. Maar in principe wordt altijd alles van tevoren helemaal doorgesproken. Van, goh, hoe willen we het? Wat moeten we zeker wel willen? Wat willen we zeker niet? Ja. Kleding enzovoort. Alles wordt al van tevoren besproken. Leuk. Ben je er wel eens nerveus voor dat soort dingen of niet?
warm? Nou, des te dichter het bij mij staat, des te makkelijker het is. Ja, ja. Kijk, sta ik op een evenement, op een feest, Gerard Joling aan te kondigen. Ja, dat doe ik met twee vingers in mijn neus. Vind ik hartstikke leuk, maar daar ben ik niet zenuwachtig voor. Nou goed, moet jij een interview afleggen met een of andere directeur van een moeilijk bedrijf, waarin ik zelf echt ingelezen moet zijn. Ja, dan vind ik het een stukje spannender. Zenuwachtig is het verkeerde woord. Maar dan ga niet met knikken en knieën het podium op. Nee, dat zou ook niet goed zijn. Maar een beetje gezonde spanning is altijd wel goed. Ja. Het behoudt je gefocust. Ja. Hey, je hebt ook een... Je zei net al, ik sluit af en toe de dag af met een leuke luchtige opvulling. Je hebt ook wel eens een quiz. Je hebt ook een quiz ontwikkeld. Mm-hmm. Beetje met als insteken het succes van Volendam. Mm-hmm. Kan je daar kort wat over vertellen wat mensen daarmee mee in huis halen? Nou kijk, wij krijgen heel vaak, met wij bedoel ik de Volendammers, bekende Volendammers, we krijgen heel vaak de vraag van, goh, hoe kan het toch dat er zoveel talent uit Volendam komt? En met die gedachtegang ben ik gewoon met een dikke vette knipoog natuurlijk. Ben ik aan de gang gegaan en heb ik een leuke quiz gemaakt omtrent Volendam. Het succes van Volendam. Het zijn niet alleen de mensen die in beeld komen, maar we hebben ook een hele goede handbalclub. Voetbal doet het de ene keer beter dan de andere keer. Heel veel grote internationale bedrijven komen uit Volendam. En daar heb ik een leuke quiz ontwikkeld met een hele dikke vette knipoog nogmaals. En dan is het samen met de mensen ga ik dan de Volendam quiz spelen. Ja, wat is er wat zin is over te zeggen waarom er zoveel, bijvoorbeeld volgens mij is het percentage zelfstandig ondernemerschap in Volendam heel erg hoog. Heel hoog, ja. Is daar iets zin is over te zeggen? Ja, er zijn verschillende verhalen, maar de meest logische vind ik is dat Volendam ligt tegen Edam aan. Edam is een stad en Volendam was altijd het arme vissersdorpje. Mm. En de rijke, belangrijke mensen die woonden in Edam en die keken altijd heel erg neer op de Volendammers. En de werklui, dat waren Volendammers. Dus de schoonmaaksters die zeg maar bij de rijke dames werkten, dat waren Volendammer vrouwen. En die werden altijd een beetje gekleineerd als het ware. En Volendammers hadden zoiets van, wacht even, we laten ons niet klein maken door die Edammers. Dus die zijn toen keihard gaan werken om te laten zien van, kijk, wij kunnen ook heus wel wat. Mm-hmm. En ik denk dat daar een beetje die werkmentaliteit vandaan is gekomen. We zijn over het algemeen niet lullen, maar poetsen. Mm-hmm. Keihard werken en doorgaan. Sterke mentaliteit. Dat denk ik wel, Het is ook, nogmaals ook weer zo stom om over jezelf te zijn, maar het is wel zo. Goed, uiteindelijk is dat natuurlijk een verbindende factor van alle succesvolle mensen. Het zijn vaak clichés, maar uiteindelijk zijn het wel de dingen die je toch succesvol maken. Het harde werken, het doorzettingsvermogen, risico's durven te nemen. Het zijn allemaal clichés, maar ja. En het lukt echt niet altijd. Nee. Hè? Ik bedoel, we gaan ook wel eens op ons bek. Oh, vertel eens. Ik persoonlijk ben natuurlijk één groot succesverhaal. Het is echt niet zo dat alles wat we doen, dat succesvol is. Maar waar loop jij bijvoorbeeld tegenaan in je carrière? Want je denkt van, potverdorie, dat is dan waar ik dan net iedere keer tegenaan zit te hikken. Ach jeetje. Of hier kom ik continu de hele tijd in confrontatie met mezelf. Denk ik, oh, daar zou ik eigenlijk eens overheen moeten stappen. TV is gewoon een beetje een gekke wereld. Ja. De ene dag ben je hot en de andere dag ben je not. En vaak kan je daar zelf ook niks aan doen. Maar daar moet je wel tegen kunnen, weet je. Soms word je voor heel veel dingen gevraagd. En soms lijkt het wel alsof ze je vergeten zijn. Ja, ja. En daarmee moet je mee leren omgaan. En vooral in die momenten dat ze je niet meer zo vaak vragen, moet je niet bij de pakken neer gaan zitten, maar moet je juist doorpakken. En dat is wel iets waarvan ik denk van, god, dat zou ik misschien iets beter nog onder de knie moeten krijgen. Want ik word daar soms heel onzeker van. Ja, ja. Dus daar loop ik nog wel eens tegenaan. Begrijpelijk. Ja, het is natuurlijk ook een hele moeilijke issue als je ineens... Je ziet het ook overigens bij talentenjachten heel vaak. Hè, dat ineens dan zijn ze heel eventjes ster, een paar weken. En ineens zijn ze uit de picture. Ja. Maar gelukkig kan ik mezelf daar niet mee vergelijken. Want bij mij is het heel rustig. Precies, gestaag. Ja. Heel, weet je. En dus dan zal je ook niet keihard vallen. Nee, het is gewoon meer even dat je merkt, er zit een kleine dip in. Ja. Zoals ik net ook al zei bij SBS, dat gaat zo. En zo gaat dat ook bij mensen die met hun kop op tv komen. Nog even over je quiz. Wat is precies het quiz-element? Dat petje op, petje af, zitten, staan? De situatie Dat ligt ook hoe de situatie is. Maar het is inderdaad een beetje petje op, petje af. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk, het einde van de congres. Het is allemaal serieus geweest, zware stof. Om dan het is toch lekker om er dan met een lach uit te gaan? Ja. Toch? Ja, heerlijk. Leuk. Wat heb je nog voor nu in de planning staan? Wat gaan we de aankomende tijd allemaal van je zien?
Ach jeetje, ik ga in januari beginnen met een nieuwe serie Van Onze Centen. Dat is een programma wat gaat over belastinggeld wat verkeerd wordt besteed. Oké, okay. Serieus onderwerp. Maar wel heel erg leuk. Ja. Ik heb een reisprogramma samen met Nick en Simon, Talent is Onder Centen, waarin wij met een bekende Nederlander de hele wereld over reizen zonder geld. Het gaat wel veel over geld, dus, hè? Het is wel verdienende factor, hè? Dus dat ga ik doen. We gaan nog een seizoen van The Dream maken, waarin we ons zeg maar laten onderdompelen in de muziekgeschiedenis van een bepaald land. Dat doe ik ook samen met Nick en Simon. En jeetje, rond de kerst ben ik nog te zien met een kerstprogramma met Vincent Gastonovic, Irene Moors en nog twee presentatoren waar ik de naam even van kwijt ben. Nou, ik hoor het al, de aankomende tijd gaan ze je nog niet vergeten. Het volk. Nee, ik zit ook nu niet in dat dalletje. In die dalletje, nee. Nee, het gaat goed. Ik mag niet klagen. Hey, super fijn dat je even tijd kon vrijmaken. En veel succes met je optredens in het land uiteraard. En tot snel. Dankjewel. Dankjewel. Top man. U bedankt uiteraard voor het kijken. Check ook onze site www.quality-bookings.nl voor nog veel meer leuke interviews.